Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland. Van de zon hoeven we vandaag dus weinig te verwachten. Met de regen valt het de eerste uren nog mee. Op dit moment regent het al in Zeeland. En dat regengebied breidt zich heel langzaam richting het noorden en oosten uit, dus in het noorden en oosten is het nog lange tijd droog. De temperaturen lopen fors op, uiteindelijk wordt het zo'n 10 tot 12 graden. Alleen in Groningen duurt dat wel tot uh, misschien wel 5 minuten voor 6 aan het einde van de middag. Tot die tijd is het daar nog 7 graden. Azen neemt de wind weer toe naar hard tot stormachtig, denk ik 7 tot 8. En er zijn forse windstoten mogelijk, verwacht een drukke avondspits. Vanavond ook nog flink wat regen, in de nacht wordt het tijdelijk wat droger, maar morgen overdag gaat het opnieuw regenen. Heel lokaal breekt nog even de zon door en temperaturen zijn morgen weer ver boven normaal, 11 tot 13 graden maar liefst. Morgen wel veel minder wind. Woensdag blijft het dan grotendeels droog, er zijn veel wolkenvelden, heel af en toe breekt de zon door. De temperatuur komt opnieuw in de dubbele cijfers uit, maar vanaf donderdag is dat dan geleidelijk voorbij. Dan gaat op steeds meer plaatsen de temperatuur iets dalen: smiddags dus 8 en 9 graden en in de nachten een graad of 7. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.